Blinden worden de dupe van het opheffen van buslijn 10. Kirstie Steur uit Apeldoorn vreest deze drukke weg. Maar als lijn 10 vervalt, dan moet ze hem vaak oversteken. Ik merk sowieso al door dat drukke verkeer dat ik constant ook sta van waar komt het geluid vandaan en sta ik veilig. 4 keer in de week pakt Steur de bus naar Visio in Apeldoorn. Ze werkt daar en begeleidt mensen met een visuele beperking. Moeiteloos weet ze haar weg te vinden naar het busstation. Achter je, ja. Oh ja, toch. Dank je wel. Steur vreest voor de toekomst als zij en anderen met een visuele beperking hier uit moeten stappen. Dat zit erin, ja, ja. En dan moeten we dus dit drukke kruispunt over. De tijd die je hebt om de weg over te steken, dat is vrij kort. Want volgens mij stond hij alweer op rood. Of hij stopte in ieder geval met tikken voordat ik over was. En dus heeft Steur maar 1 verzoek namens haar en al die anderen die de bus nu gebruiken. Nou, dat het toch wel belangrijk is dat de bus gewoon door de rustige wijk blijft rijden. Het is rustiger reizen, het is veilig. De bereikbaarheid is gewoon beter. Voor de 160 kinderen van de Hoenderloo-groep is nu een passend alternatief gevonden. Enkele gaan weer terug naar huis, maar de meeste gaan naar andere instellingen toe. Een groep jongeren met hechtingsproblematiek gaan in een eigen huis wonen in jeugdzorgdorp De Glind bij Barneveld. Daar gaan ook het begeleidingspersoneel naartoe. De verbouwing is daar nog niet klaar, waardoor deze groep kinderen iets langer in Hoenderloo blijven. Dat geldt ook voor de kinderen die pas later kunnen verhuizen. Blurijn blijft tot alle jongeren weg zijn verantwoordelijk voor hun zorg. Donderdagavond heeft er een brandje gewoed achter een restaurant aan de Beekstraat in Apeldoorn. De brand was in een houten uitbouw waar ook de afzuiginstallatie van het restaurant zich bevond. Medewerkers en omstanders waren, voordat de brandweer arriveerde, alvast de brand te lijf gegaan. In korte tijd had de brandweer de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn werden donderdagnacht brandjes ontdekt in 2 voertuigen. Buurtbewoners belden de brandweer en gingen de brandjes alvast blussen. Een vrouw werd daarbij gewond toen iemand vanaf de flat een bloempot naar de bewoners had gegooid. De vrouw moest met haar verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie heeft de omgeving afgezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De brandweer heeft de beide voertuigen nog nageblust. De politie heeft een sterk vermoeden dat de autobranden zijn aangestoken en heeft een onderzoek ingelast. Het dierenasiel De Kuipershoek in Klarenbeek laat de komende maanden geen bezoekers meer toe. Aanleiding is dat er iemand daar binnen is geweest die positief getest is op het coronavirus. Tot 1 september worden er in het asiel geen bezoekers ontvangen, ook niet op afspraak. De Kuipershoek adviseert de mensen hun website te raadplegen.